mogen lopen. Iedereen kent hem. We noemen hem de burgemeester, we noemen hem de oud-hoofdman. En dit jaar de laatste koning die de gemeente lid rijk zal zijn. Want daar gaat het veranderen. En koningin. En dat geldt ook voor deze jongeman. Dat is ook de laatste jeugdkoning die lid als in zijn hoedanigheid rijk zal zijn. Over het algemeen gaan we altijd een verhaaltje doen over wie iemand is, waar iemand is. Maar ja, ik denk niet dat wij zoveel tijd hebben om hier te blijven staan, om dat allemaal te gaan vertellen. Eén ding vind ik wel heel mooi, dat jij Gerard onze koning bent, voor 2010. Heel erg mooi. Ik wil in ieder geval de vrouw van de koning, en genoemd wij al koningin, dus willen we een bloemetje aanreiken. Ja, zo is het. Dank je wel. En uiteraard met onze hoffotograaf weer gezorgd voor de nodige mooie plaatjes. Aha. Geniet ervan, geef het een goed plekje. En Thea, bedankt. Wij willen ontzettend graag de vennootgroet voor jullie brengen. En ik zou die mat even laten zien. Ja, blij. Ben ik echt, hè? Dat is gek, hè? Bij de kaart, hè? Ja, ik heb nu een chair afgelopen. En ongetwijfeld wil jij Gerard ook nog best niet zeggen. Ja, natuurlijk wel. Het is eigenlijk altijd de bedoeling, Hoofdman, het is nog een vindergroet. Maar ik is nu misschien wel het meest aandacht. Hoor. Ja, ik ben natuurlijk verrast door het feit dat je koning wordt. Ja, nu, kijk, je doet weer mee, maar er zijn meer kandidaten die allemaal hun uiterste best doen. En op een gegeven moment kan er dan maar eentje winnen. En dit jaar is dat op mijn geval geluk, zal ik maar zeggen. Het is niet allemaal geluk, want je moet hem natuurlijk wel raken. Want anders heb je nooit meegemaakt dat je naar beneden valt, dat mis niet. Dat kan eigenlijk niet, denk ik. Dit is wel er hartstikke blij mee. Het is ook natuurlijk wel een hele ervaring. Ik heb vannacht al op een bed moeten slapen met een rood-witte sprei. Naast mij in de kroon van de koningin. En bij mij lag de rozenkrans. Wat het eigenlijk voor is, dat weet ik niet. Bed zonder eind. Ik weet wel dat ik tussentijd de sjerp van koning heb gekregen. Ik heb die ook van Hoofdman thuis liggen nog, van vroeger. Ik heb ook thuis liggen de sjerp van Eerlid. En ik heb ook nog thuis liggen de sjerp, en misschien door hem de rozenkrans, van Gildeheer. Maar dat is heel iets anders. Ja, ja. Niettemin hartstikke blij dat jullie er allemaal bent. Ook dat de school helemaal weer aanwezig is. En onze jeugdprins doet dadelijk, want dadelijk komt er niks meer van, doet dadelijk aan alle kinderen van de school een huisje aanbieden. Dus kinderen, wordt blij verrast, jullie dadelijk. Een cadeautje van ons Brammetje, want ik zal even mee met het woord doen aan de Bram ook. Bram staat te registeren te schieten tussen al die middelbare scholieren, zal ik maar zeggen. En als dan die ongeveer de kleinste, ja, ik denk dat je nog kleiner is, Luc zelf ook nog, dan die vogel naar beneden, hè, dan kunnen we zeggen het is geluk. Maar we willen wel zeggen dat iedereen er eigenlijk kans heeft, maar je moet hem wel raken. En heeft hij ook gepresteerd, hoe klein dat hij ook is. Een geweldige prestatie voor voor ons Brammetje. Ook een schitterende foto, laat ik maar zeggen. Hier. En daarom is hij zo blij dat hij jullie dadelijk allemaal in ijsje aanbiedt, kinderen. De kinderen zal ik dadelijk uitnodigen binnen. Bij mij in huis. Wie graag uit de zon zit, kan binnen. Wie graag in de tuin zit, kan in de tuin. Dus volop ruimte hier binnen. Ik zou zeggen, Hoofdman. Voor de Kees, de commando's. Ik zal in ieder geval proberen nog om het jaar een waardig en goede koning te zijn. En als de geschiedenis zich gaat herhalen, 10 jaar geleden ben ik ook koning geweest. 'S weeks nadien was het Gildedag in Nuland. En toen kon ik namens Jons Gilde het Koningskruis mee naar beneden brengen. Ik zal een zondag in Vorstermos, ja, de geschiedenis herhaalt zich, mijn uiterste best doen om dat weer te bewerkstelligen. Want dit schild, ik draag het altijd met ere. Het is al een klein beetje aan het verwelken, dus er moet iets nieuws komen. Dan zal ik zonder mijn best doen.
Eén ding voor Kees de Commando's geef, willen we daar dan wel aan meegeven. Als jouw eerste schot net zo goed is als dat van gisteren, dat je het echt voor elkaar krijgt om op de verkeerde vogel te gaan schieten, dan zal het wel niet goed komen. Maar uiteindelijk is hij dan toch koning mee geworden. En ik zou willen vragen, Kees, geef de Commando's en geniet. Jamboos, staat aangetreden. Met de eer, staat klaar. Presenteer uw wapen. Neig uw wapen. En zwaai uw wapen. Voor God, koningin en vaderland. Tamboes, roert de tromp.